Waar doen deze schoenen jullie aan denken? Zet het nu eens in de comments, dan wacht ik. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe Primark Shop vlog. Vorige maand had ik ook een Primark Shop vlog. Toen heb ik een aantal dingetjes teruggebracht en ik heb ook weer hele leuke nieuwe dingen gevonden. Die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet dan niet hieronder te abonneren als je meer van mijn video's zou willen zien. En vergeet geen duimpje omhoog te doen als je zin hebt in deze shoplog. Dan wil ik nog één ding zeggen en dat is dat ik bijna nooit pas in de Primark. Dus ik koop dingetjes die ik thuis vervolgens ga passen. En het zijn dus ook soms spullen die ik ga terugbrengen, maar dan laat ik ze alsnog aan jullie zien. Want ik heb ze nu in huis. En hoe meer ik jullie kan laten zien, hoe leuker natuurlijk. Want dan hebben jullie een beter beeld van wat je kunt kopen. Dus als ik zeg dat ik iets niet helemaal leuk vind en ga terugbrengen, dan hoef je niet te commenten van waarom koop je dat en zo zonder mijn geld. Want ik breng het terug. Dus luister alsjeblieft goed. Dat de wereld uit hoop ik. En dan ga ik nu lekker beginnen. Ik heb best wel wat kleding, maar ook weer heel erg veel leuke andere dingetjes. Net als in mijn vorige shoplog. Ik ga de laatste tijd nog meer naar de Primark toe voor de overige dingen en voor de kleding. Want ik begin die home collecties en zo super leuk te vinden. Dus het eerste dingetje is ook van de home collectie. En dat is dit velvet kussen. Hij was 7 euro. Het is echt een prachtige kwaliteit. Hij is ook niet te dik, wat ik zelf heel erg fijn vind voor op de bank. En ik kocht deze omdat ik dacht, ik wil even een ander kleurtje op de bank. Zoals je kunt zien, we hebben een taupekleurige bank met bruin en roze kussentjes. Dus ik dacht, dit is wel heel erg mooi. Dus ik heb het in de Primark naast iets bruins gehouden en ik vond het heel erg mooi. Maar op onze bank vind ik het toch niet zo heel erg mooi staan. Je kan het niet zo goed zien, maar het is net te donker. Dus helaas ga ik hem terugbrengen. En misschien ga ik hem nog toch omruilen voor de lichtroze variant. Maar die kussens zijn wel echt aanraders, want het is echt een super mooie kwaliteit. En het ziet er gewoon super chic uit. Dan het eerste kledingstuk. Dit is een maat 16 en hij kostte 10 euro. Ik vond het een heel erg bijzonder topje. De stof lijkt een beetje op een trui, maar het is eigenlijk meer een t-shirt met lange mouwen. Hij is dus grijs gemailleerd en hij is super zacht. Ik hoop dat je een beetje kunt zien wat voor stofje het is. En het leuke detail zijn de mouwtjes. Nu heb ik hem net een maatje te groot gekocht, maar ik ga hem zeker omruilen voor een maatje kleiner. Want ik toch vaak genoeg naar Almere toe ga. Dus ik hoop dat ze hem dan nog hebben. Want hij is net een beetje te wijd en de mouwen vallen daardoor ook te lang. Maar ik vind het echt een prachtige top. Echt een aanrader. En ze hadden hem ook in het roze, geloof ik. Heel erg leuk. En voor 10 euro vond ik hem ook zeker de moeite waard. Het volgende item is deze bikini, waar ik echt verliefd op werd toen ik hem zag. Ik heb het topje in een maat 12 voor 5 euro. En normaal koop ik altijd in een iets grotere maat. Maar ik dacht, ik neem het nu eventjes iets kleiner. Zodat het wat sexier is en je borst er iets meer uitvalt. En normaal koop ik bikinis dat mijn borst helemaal gecoverd zijn. En ik vond het toch eigenlijk wel sexy. Maar het punt is dat mijn borst een beetje aan de zijkant er een beetje uitvalt. En je hebt liever dat het hier zeg maar meer eruit valt. Dus ik twijfel nog een beetje over de maat. Misschien ga ik toch ook nog even kijken voor een maatje groter. Maar ik vind hem echt fantastisch. Het is dus een voorgevormde cup, maar er zit niet echt een pad in. Hij is overal zeg maar even dik. En ik heb er ook een bijpassend broekje bij. Die heb ik dan in maat 16. Die viel best wel strak, voor zover ik hem voor me hield, zeg maar. En deze is 4 euro. En ik vind het ook heel vaak leuk om bikini topjes juist anders te hebben dan het broekje. Maar hierbij vond ik hem wel echt geweldig. Ik vind hem echt super leuk en ook heel erg goedkoop. Voor onder de 10 euro heb je gewoon deze bikini. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Nou, mijn trouwe kijkers weten dat ik helemaal gek ben op die linnen tasjes die je bij de Primark hebt. En inmiddels verzamel ik ze ook een soort van. Maar ik koop ze alleen als ik ze echt super leuk vind. Want eigenlijk zijn ze allemaal leuk. Maar ik koop alleen de tasjes die ik echt geweldig leuk vind. En nu hadden ze ook een ander model. Nog steeds zijn ze gewoon 1,50. Maar zoals je kunt zien is dit een heel ander model shopper. De meeste hebben zeg maar dit model. Dat het tasje dus zo loopt. En deze hebben dit model. En hier zou zelfs mijn laptop in passen. Ik ben gewoon helemaal dol op deze tasjes. Die met die cactus en die poesjes en wat heb ik dan nog meer? Ik weet niet. Maar die draag ik echt super vaak. En ik heb er ook eentje van H&M, maar die is veel duurder dan bij de Primark. Deze deed me een beetje denken aan het Adidas logo of zo. Super, super leuk. 1,50. En ik heb nog een tasje en die zien jullie zo. Dan nog een kledingstuk. Dit is weer maat 16 en deze kostte 6 euro. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik twijfel alleen, ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Of jullie vinden dat het een beetje pyjama-achtig is. Want het kan ook aan mij liggen, maar ik vind dit soort lichtblauwe streepjes heel snel pyjama-achtig lijken. En dan vind ik het zonde als ik het daarvoor gebruik. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n licht streepje shirt gezien. En ik heb eigenlijk ook helemaal geen shirts met lange mouwen. Qua maat valt hij perfect. Qua lengte en dat hij een beetje loose valt, waar ik heel erg van hou. En het stofje is super dun. Dus ik denk wel echt dat ik hem wil houden. Maar ja, hoe zouden jullie dat dan bijvoorbeeld combineren? Misschien juist met wat donkers. Want ik wil hem eigenlijk wel echt heel erg graag houden. Maar zoals ik dus al zei,
een beetje twijfel, want ik wil niet een soort van pyjama look hebben. Dus laat het even weten in de comments. Dan iets waar mijn oog direct op viel. Kijk, normaal heb je natuurlijk maar één balletje en heb ik het liever in het zilver. Dit is en goud en er zitten 3 balletjes aan. En echt wat van die ornieprintjes. Maar ik weet niet, ik vind hem gewoon zo tof. Hier ben ik ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En waar zou je het aan hangen? Ik heb op dit moment geen sleutelding meer voor aan mijn autosleutel. En Ruben gebruikt de autosleutel ook, dus het is dan wel een beetje gek voor hem. Maar aan mijn tas of zo zou ik het too much vinden. Ik vind het meer echt een sleutelbos. Het zijn gewoon 3 fluffy bollen en ik vind ze zo ontzettend leuk. Voor 4 euro moest ik deze gewoon echt meenemen. Dan kocht ik ook een felroze top. Het is een maat 20. Hij was maar 4 euro. Echt een suikerspinnenroze kleurtje. Ik vind de kleur echt prachtig. Vaak zijn shirtjes toch wat fletser. En deze is zo felroze. Dus die vind ik ook echt heel erg leuk voor de zomer. Sowieso op een shortje. Ik hou echt van dit soort dingen. Gewoon op een leuk licht shortje vind ik echt super leuk. Ik zie echt allemaal dingen in mijn tas waar ik helemaal heel blij mee ben. Net als deze choker voor 2 euro. Ik ben blij dat ze nog steeds heel veel leuke nieuwe chokers uitbrengen bij Primark. Het is een velvet choker met een pareltje eraan. En het pareltje zit vast. En dat vind ik heel fijn. Dan kan hij dus niet bewegen. Velvet, niet te dun, niet te dik de band. Heel erg mooi. Die andere chokers ben ik super enthousiast over. Tot nu toe die draag ik met heel veel plezier. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. Dan iets wat echt niet iets is voor iemand van 23. Maar als jullie me kennen, dan weten jullie dat ik dol ben op dit soort dingetjes. Het is 4 euro. En je hebt voor 4 euro gewoon 6 van die patches. Of nee, het zijn geen patches. Hoe heet deze dingen? Vroeger droeg ik dit altijd op een soort van overgooier. Maar dan, ja, je clipt dit door je kleding heen. En dan zet je het vast met zo'n pinnetje. En ik vond ze gewoon allemaal leuk die hierop zaten. Allemaal. Die unicorn, het hartje, dit wolkje vind ik fantastisch. Regenboog, ster en dreamer. Ik moest deze meenemen. Heel erg leuk op een spijkerjasje. En als je het goed combineert, vind ik het ook niet echt kinderachtig. Ik vind ze echt super, super leuk. Zoveel leuke hebben dingetjes. Net als deze. Ik heb vorig jaar ook al een luggage tag gekocht bij Primark. Maar dat was gewoon een roze. En nu zag ik deze. Een watermeloen. Hij is wel iets minder mooi, want in die andere kon je echt zo'n kaartje doen. En hier moet je gewoon met waterpaste stift het er zelf op schrijven. Dus hij is wel wat simpeler. Hij kost ook maar 2 euro. Maar ik wou hem sowieso hebben, al is het niet om mijn gegevens op te schrijven, maar gewoon dat ik mijn koffer herken. Ik heb een super mooie wit parelmoerachtige koffer. Deze eraan is echt heel tof. Dan een ander shirt die ik heel leuk vind, maar die wil ik misschien weer een maatje groter gaan halen. Dit is maat 14, deze kost 10 euro. Ik vind hem zo leuk. Ik weet niet, deze tekst vind ik echt tof. En het lettertype, minimal chic. En ik hou sowieso heel erg van grijs en lange mouwen. En wat gewoon heel erg gaaf is, is dat het zo'n heel lang shirt is. Maar wel met een hele diepe split. Dus daardoor lijkt het niet alsof je zo'n soort pyjama jurk aan hebt. Maar ja, is het toch mooi, want hier zit je bil, dus dan valt het een beetje open. En ik vind dit soort shirtjes echt heel erg sexy. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Misschien hou ik hem in deze maat, misschien een maatje groter. Waarschijnlijk gaan jullie zeggen dat deze maat gewoon goed is. Ik ben ook benieuwd wat jullie hiervan vinden. Je had meer van dit soort modellen. Maar die vond ik dan weer veel minder leuk qua print. En deze vind ik echt heel erg tof. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik misschien een half jaar of iets langer terug, volgens mij in de zomer, heel veel maskertjes heb gekocht die ik voor jullie wilde gaan testen in een video. Die liggen nog steeds op me te wachten. Die moet ik nog steeds testen. En inmiddels zag ik alweer 3 andere maskertjes die ik ook heel graag wil gaan testen. Dus ik ga even kijken of ik daar misschien een aparte video van kan maken. Net als mijn serie Taste and Try. Dat ik gewoon de beelden film en gedurende de maanden verzamel. En dan in 1 video achter elkaar plak of zo. Dit zijn Dark Circle Reducing Sunflower Eye Patches. 4 eye patches. Dus dan kan je 2 keer mee doen. Voor 1,50 voor donkere kringen. Dus niet voor dikheid, want dat heb ik niet. Maar ik heb wel donkere kringen. Dus ik ben echt heel benieuwd of dit zijn werk gaat doen. Ook zag ik een Cleansing and Polishing Charcoal and Black Sugar Scrub Mask. Dus zo'n charcoal mask, maar geen peel-off. En er zit scrub in. Dus ik ben ook echt heel benieuwd wat deze doet. Ik bedoel, ze kosten maar 1,50. Dus super leuk om te testen. En waar ik misschien nog wel het meest benieuwd naar ben, zijn deze neusstrips voor 1,50. En dit zijn Aloe Vera One Step Cleansing Nose Pore Strips. Het zijn er 4. Dan kocht ik ook nog dit cream contour kitje. Die heb ik zelf ook. En nu was die afgeprijsd. En ik weet dat die heel erg fijn is. Dus ik dacht, die ga ik kopen voor mijn 20k in actie. Die video staat waarschijnlijk al online als jullie dit hebben gezien. Dus doe je daar nog iets aan mee, kan je hier even klikken. En dan maak je kans op een mega groot beautypakket, waaronder dit cream contour kitje. En wat ik ook nog kocht voor die winactie, omdat dit ook afgeprijsd was, zijn deze Hair Art Hair Charms. Van die zilveren glittertjes die je serieus in je haar kan plakken. Heel erg tof. Deze waren ook afgeprijsd. Ik dacht, oh, dit is echt super leuk
om in de winactie te stoppen. Dus die zit er ook bij. En dan is dit nog de andere shopper die ik voor €1,50 kocht. Ik twijfel eerst nog over deze, want hij is al heel kinderlijk. En ik koop heel veel kinderlijke dingen. Maar ik hou er gewoon heel erg van. Super vrolijk voor in de zomer of in de lente. Deze vind ik gewoon heel erg tof als je naar het strand gaat. Of als je gaat picknicken of weet ik veel. Ik zie het echt voor me met zonnebrand en een grote hoed en allemaal leuke dingetjes. Dus deze shoppers zijn gewoon super chill. Dan zijn we er al bijna doorheen. Ik kocht ook nog in maat 16 voor €5 dit broekje. En dit soort broekjes vind ik altijd super chill. Maar heel vaak zien ze er een beetje slonzig uit. En deze vond ik nog wel heel erg hip. Je had hem ook in andere kleurtjes. In twee andere geloof ik. En ja, het is geen Aztec printje, maar dat deed me wel een beetje aan denken. Dat je een tijd lang van die Aztec printjes had. En het was ook een beetje zo zwart-wit. Het is van die schattige, bijna van die gordijn dingetjes aan. En ik vond deze gewoon leuk. Ik hoop dat het een goede maat is. Ik heb hem nog niet gepast. Maar dit is echt super chill met zo'n band. Lekker losjes en toch ziet het er leuk uit. Dan het allerlaatste item, maat 16 voor €3. Deze heb ik nog niet gepast, maar dit soort shirtjes zijn altijd super chill van de Primark. En deze print vond ik ook nog heel erg tof. Ik hou heel erg van die Amerikaanse vlag. Die vind ik gewoon heel erg gaaf. En dat donkere qua achtergrond vond ik ook heel erg mooi. Dat het donker is, maar niet helemaal zwart. Ik hoop dat deze leuk staat. En dit is ook gewoon super chill in de winter met een jasje erover. Of gewoon in de zomer als hemdje. En dan mijn laatste aankoop waar ik echt helemaal verliefd op ben geworden. Die had ze ook in het zwart. Vond ik ook heel erg mooi. Maar deze vond ik toch net iets bijzonderder. Ik heb ze gewoon in maat 40-41. Ze kosten €16. Het zijn deze schoenen. Ik vind ze echt prachtig. Het zijn workout schoenen. Maar ik wil ze ook gewoon als normale schoenen dragen. En ik dacht, waar doen ze me nou aan denken? En ik kon er niet op komen. Waar doen deze schoenen jullie aan denken? Zet het nu eens in de comments, dan wacht ik. Op Yeezys, toch? Ik heb die bruine Yeezys gekregen van die neppen. En die vond ik helemaal niet mooi. Maar dit lijkt er heel erg op. Ik had zo'n soort jute zakstofje. Maar ik vind deze zoveel mooier dan die Yeezys die ik heb gekregen. Ik vind ze echt prachtig. En die oudroze kleur, daar hou ik gewoon heel erg van. Ik moest deze hebben. Ik dacht, oh, €16. Toen dacht ik daarna, het is €16 voor schoenen. En het is wel echt van een soort van schuim. Maar ja, ik weet het niet. Ik vond ze lekker zitten. Heel licht. Ze wegen helemaal niks. Dus ik wilde deze gewoon heel erg graag hebben. En dan was dit mijn shoplog. Ik was best wel veel geld kwijt, maar het was niet zo heel erg veel. Het is eindelijk weer eens een keer niet een mega shoplog, maar gewoon een normale shoplog. Ik ben in ieder geval super blij met de items. Ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Laat zeker in de comments weten wat je favoriete aankoop was en wat je van de aankopen vond. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie beste Primark aankoop is geweest van de laatste tijd. Mocht je bij de Primark zijn geweest. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En dus te abonneren als je meer van mij wil zien. Dan hoop ik dat ik jullie volgende week zaterdag weer terug zie op mijn kanaal met een nieuwe video om 9 uur. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!